voetbalwedstrijd blijft ze graag een avondje thuis. Haar leukste uitje is winkelen. De film Kramer vs. Kramer kan haar nog steeds ontroeren. En haar favoriete stad is Amsterdam. Vandaag gaat de 5 uur show een dagje op stap met Rutje Kot. Hey, hallo. Sorry hoor, ik ben veel te laat. Moet meteen naar binnen? Annelies. Ja, vandaag niet, gaan we niet moeilijk doen. We doen gewoon alleen maar tangen. De dag begint vandaag voor Rut met een bezoekje aan haar kapster Annelies, waar ze al jaren komt. Ik kom al sinds, sinds 1993 kom ik al bij Annelies. En bijna dagelijks. Ook als ik er niet ben, dan reist zij gewoon naar me toe. Want het komt niet altijd uit dat ik hier naartoe kom. Rut ziet er altijd perfect verzorgd uit tijdens haar optredens. Hoe belangrijk is haar uiterlijk voor haar? Nou, ik vind dat als je in dit vak zit, dat ik er verzorgd uit wil zien. Het hoort bij het vak. Hoe ik er overdag bij loop, interesseert me niet. Maar als ik dus voor mijn werk op de bühne sta, dan wil ik er heel goed uitzien. Goed. Nou, that's it. Ik ben er klaar voor. Dag Ruud! Ik ga nu naar mijn platenmaatschappij. Want ik heb het goede nieuws ontvangen! Yeah. Ik ga een fles champagne kopen nu. Ga je mee? Binnen een week waren er 50.000 exemplaren van haar nieuwe cd Hartslag verkocht. Goed voor een gouden plaat en dus champagne. Ik heb een klein kort feestje vieren. Ik moet ook nog een show draaien, dus ik moet niet veel drinken. Ga je mee? Zeggen dat Rut, daarmee zijn we verwend. We hebben met Rut al veel gouden platen en platina platen mogen hebben. En zelfs dubbel platina. Als je dan zo'n artiest meemaakt en je loopt zo'n avond zo'n concert binnen en je ziet daar iets.